Nou, leuk dat u meedoet met de Dag van de Wetenschap. En welkom bij deze webinar over de kwetsbare nier tijdens operaties en op de IC van Jan Inge. Ik ben Kirsten van de Nierstichting. Ik ben hier aanwezig om ook de vragen een beetje te managen. Als u vragen heeft, kunt u die stellen in de chat of even een handje opsteken. Deze sessie die wordt ook opgenomen. Dus als u liever niet in beeld wil komen, dan kunt u uw camera uithalen. Geef ik nu het woord aan John. Ja, bedankt Kirsten. Nou, beste Anna en Annelies, jullie kunnen mij in de reden vallen. Dat is geen enkel probleem. Wat betreft als jullie iets niet begrijpen. Ik ga eventjes mijn screen sharen met jullie. Zo. Kunnen jullie dit zien? Ja, ik kan het zien. Oké, helemaal goed. Nou, het eerste wat ik eigenlijk wil zeggen is dat dit de eerste keer dat ik een lezing hou aan patiënten. Dat wil ik gewoon voorop zeggen. Dus ik wil eigenlijk benadrukken dat de lezingen die ik in het algemeen geef aan collega's en klinici zijn, die natuurlijk de werkelijkheid van ziekenhuizen en intensive cares goed weten. Dus ik wil bij aanvang zeggen dat een ziekenhuis en een intensive care een veilige omgeving is, waar de meerderheid van patiënten goed uitkomen. Maar er natuurlijk, zoals alles in het leven, er ook risico's zijn. En daar ga ik het over vandaag hebben. Dus ik hoop in ieder geval met deze lezing niet u een onveilig gevoel te geven over de patiënt in de ziekenhuis die dus opgenomen wordt voor een operatie of op de intensive care te maken heeft. Dus even dat voorop gezegd te hebben. We gaan het vandaag hebben over de kwetsbare nier tijdens operaties en op de intensive care. En met name acute nierfalen, of zoals dat in het Engels wordt genoemd, acute kidney injury. Nou zijn de meerderheid van mijn dia's in Engels, dus ik hoop dat dat niet een probleem oplevert. Nogmaals, mochten jullie iets niet begrijpen, gewoon even mij in de reden vallen en dan zal ik dat proberen uit te leggen. Wie ben ik? Mijn naam is Jan Inge, moeilijk uit te spreken. Ik heb een ingewikkelde achtergrond, maar dat is eigenlijk wat je nodig hebt als je als wetenschapper, en ik ben een wetenschapper, op de intensive care werkzaam bent. Dus ik ben van oorsprong een elektro-ingenieur, maar ik heb, zoals jullie hier kunnen zien, ook veel onderzoek gedaan op het gebied van infectieziekten en immunologie en informatietheorie. En ja, dat alles bij elkaar, dus infecties, technologie, wist-natuurkunde, chemie, dat hele pakket, dat komt eigenlijk tot uiting op de intensive care. Want daar is een omgeving waar het allemaal eigenlijk tegelijkertijd gebeurt. En zo ben ik hoogleraar geworden in het AMC. Eerst bij de anesthesiologie. Ik was ook hoogleraar celfysiologie. Dat is meer bazaal. Dus, en sinds 2019 werk ik in Erasmus Medisch Center. Op de afdeling van de intensive care van professor Gommers. En het heet translationele intensive care. En wat betekent dat? Nou, dat zal ik u zo uitleggen wat daar de bedoeling is. Het is om basale en technische inzichten in de ziektes die onderleden worden op de OK, op de operatiekamer en op de intensive care, te vertalen naar de patiënt toe aan het bed. Dus ik ben een fysioloog. Wat is dat eigenlijk, een fysioloog? Een fysioloog is iemand die geïnteresseerd is in hoe de organen en hoe dingen werken. Een anatoom die kijkt naar waar alles is. En een fysioloog die kijkt naar hoe alles werkt. Of in ons geval hoe alles niet werkt of kapot gaat en hoe je dat kan herstellen. Dat noemen wij pathofysiologie. Dat doen we in een team op de intensive care en de achtergrond van intensivisten, dat zijn de dokters die op de intensive care werken, is ook heel erg divers. We hebben neuroloog intensivisten, internisten intensivisten,
anesthesioloog, intensive pisten. En iedereen heeft zijn eigen belangstelling wat betreft het wetenschappelijke onderzoek. En hier ziet u onze team op de intensive care volwassenen. En zoals ik al meldde, ons hoofd is professor Gommers, jullie wel bekend. We hebben ook een laboratorium. En dit is Bulent Ergin, mijn naaste medewerker. En hier ziet u een mooie foto van hoe het Erasmus Medisch Centrum vandaag de dag eruit ziet. En wij hebben een laboratorium en die heet Translationele Intensive Care Geneeskunde. Oftewel transitie te maken van het laboratorium naar de patiënt toe. Wat is onze missie als het ware? Is om de functie van falende organen en met name de nier tijdens shock, sepsis en resuscitatie te bestuderen. Ik kom daarop terug op wat dat precies zijn. Dus wij kijken naar cellen in bakjes. We kijken voornamelijk naar hoe de zuurstof in de rode bloedcellen van de longen naar de weefsels toe gaat. En, want dat is eigenlijk de belangrijke functie wat we op de intensive care proberen te bewerkstelligen. Want de reden waarom mensen op de intensive care terechtkomen is omdat ze hun organen het niet meer doen. Dat kan de longen zijn, gebruiken we beademing, of de nieren bijvoorbeeld, of het hart, nieren met hemodialyse, de harten met artificiële harten om dat te ondersteunen. Dus op die manier doen wij ook veel onderzoek naar medische technologie. En uiteindelijk natuurlijk klinisch onderzoek aan het bed over orgaanfalenondersteuning en vervanging. Dat is onze missie, is om inzicht te krijgen in de oorzaak van verschillende ziektes, hun beloop en om klinische problemen op te lossen. Dus waarom deze lezing aan u als van de nierpatiënten belangenvereniging? Nou, het begon eigenlijk in 2014. We hebben een aantal keren geprobeerd om subsidie te krijgen van de Nederlandse Nierstichting. En dat is ook gelukt. Mag ik zeggen, de laatste paar jaren niet meer. Maar probeer dat te begrijpen. En toen bleek het eigenlijk dat er niet zoveel inzicht was in wat acute nierfalen precies inhoudt. En dit was een rapport die werd geschreven vanuit de Nierstichting samen met Portugese, Poolse en Spaanse patiëntenbelangenvereniging over de oorzaak en de prevalentie van nierziektes in Europese landen. En daar werd inderdaad genoemd dat acute nierfalen ook een van de mogelijke oorzaken zou zijn van chronische nierziekte. En daarin verder interactie te gaan, et cetera, was het duidelijk dat eigenlijk in Nederland weinig inzicht was, niet alleen onder de patiëntenbelangenvereniging, maar ook onder klinici, over de voorkomen van acute nierfalen in Nederland. Wat is acute nierfalen? Nou, er zijn klinische definities voor die te maken hebben met creatinine, klaring met name en ook de productie van urine. En aan de hand van hoeveel of hoe weinig dat gebeurt, is er dus een classificatie gemaakt over de risk, oftewel de risico voor het ontstaan van acute nierfalen, of de nieren aangetast zijn, injury, of ze aan het falen zijn, en of dus de nieren eigenlijk helemaal mee ophouden. En dat zijn allemaal klassificaties aan de hand van getallen, waaronder dus verschillende typen ernst van nierfalen, acute nierfalen, wordt gekwantificeerd. Dat heet de zogenaamde KIDICO-score. En aan de hand daarvan worden aan het bed eigenlijk beoordeeld of iemand lijdt aan acute nierfalen, ja of nee. Dat zijn heel veel patiënten die daaraan lijden. Dit is één zo'n studie, alweer een tijd geleden, maar dat is 1,2 miljoen patiënten per jaar die lijden aan acute nierfalen. In Amerika 300.000 in 2013 mensen die overlijden naar gevolgen van de AKI. Om maar niet te praten over de enorme kosten die ze dat meebrengt
Niet alleen om het te kunnen herkennen, maar ook om het te kunnen behandelen. In Nederland zijn er zo goed als geen getallen. En dit was ook een van de problemen die wij hadden bij onze aanvragers, om dus duidelijk te maken dat eigenlijk acute nierfalen een groot probleem is in Nederland. En dit is een aantal studies, ongeveer 3 of 4 studies, zijn gedaan in centra's. En die laten eigenlijk zien dat de getallen in Nederland niet anders zijn dan de getallen die internationaal in andere landen worden vermeld over de voorkomen van acute nierfalen. De acute nierfalen wordt eigenlijk het meest gezien op de intensive care, omdat daar niet alleen de ernst van de ziekte groter is, maar ook omdat alles bepaald wordt wat betreft om van uur tot uur te kunnen monitoren wat er met organen gebeurt, zoals bijvoorbeeld de nier. Dit is één zo'n studie die uit Groningen komt, 2017. Daar hebben ze gekeken van patiënten tussen 1 januari en 11 juli 2014. Ze hebben gekeken naar hier 1300 patiënten die op de intensive care terechtkwamen. En daar al zagen ze dat 15% van patiënten die dus op de intensive care worden opgenomen. En natuurlijk daar zijn er een groot gedeelte van die van een operatie die dus nazorg nodig hebben op de intensive care terechtkomen. En op die operatie worden hun nieren aangetast en is er dus 15% in deze studie mensen die lijden aan acute nierfalen, wat oploopt in de eerste week tot 37%. Dus dit is een groot aantal patiënten die last krijgt van acute nierfalen. Omdat er weinig informatie bleek te zijn, ook onder de artsen en zorgverleners over de incidentie van acute nierfalen, wouden wij dat toch meer op de kaart zetten, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden in de ziekenhuizen over hoe we acute nierfalen zouden kunnen voorkomen en te kunnen behandelen. Dus wat we gedaan hebben, hier hebben we geen subsidie voor gekregen, dat hebben we op eigen kracht eigenlijk gedaan. Er is een enorme grote database die de NICE database heet, van alle intensive care patiënten, of tenminste de patiënten die geïncludeerd worden in deze database. U ziet hier bijna 1,5 miljoen patiënten. Intensive care patiënten zijn eigenlijk sinds ongeveer jaar 2000 geïncludeerd nu. Hebben we daar onderzoek gedaan om te kijken hoeveel patiënten dus nierfunctiestoornissen hebben. Ik zeg dat specifiek en niet acute nierfalen, omdat in deze database niet alle data wordt opgenomen die nodig zijn om die KIDICO-scores te kunnen genereren, om zeker te zijn dat er mensen dus aan acute nierfalen lijden. Dus maar nierfunctiestoornissen aan de hand van creatinine en klaring en urineproductie is mogelijk. En daarin hebben we geconstateerd dat in de periode van 2007 tot 2018... 52.000 IC-patiënten waarvan we konden vaststellen dat de helft daarvan nierfunctiestoornissen hadden. Dus nier heeft het moeilijk op de intensive care en daar gaan we het over hebben. Dus hoe komt het eigenlijk dat de nier in problemen raakt op de intensive care, waardoor je een acute nierbeschadiging kan oplopen? Er zijn onderliggende comorbiditeiten, zoals het hebben van diabetes en andere ziektes die dus kunnen bijdragen aan een kwetsbare nier. Maar wat ook gebeurt is dat er natuurlijk een aantal handelingen zijn in het ziekenhuis tijdens operaties, zoals het geven van veel intraveneuze vloeistoffen of dat een patiënt een infectie ondergaat. Of een ontsteking ondergaat, of zelfs chronisch nierziekte heeft. En dat zijn allemaal zaken die het maken dat de nier gevoeliger is voor het oplopen van acute nierfalen. Die acute nierfalen, die kan of verbeterd worden op de intensive care, maar die kan ook, als dat persisteert, als het doorgaat, leiden tot chronische nierziekte. En dat gebeurt in een groot aantal van de patiënten
die dus acute nierfalen hebben onderleden. En waarom gebeurt dat eigenlijk? Nou, als de nier dus wordt aangevallen door bijvoorbeeld een moment van dat er geen circulatie is, of dat er ontstekingsmoleculen op de nier terechtkomen, of voor de andere redenen die ik noemde, dan kan het zijn dat die nier zich weer kan herstellen en dat de schade die gedaan is, doordat er niercellen zijn die kapot gemaakt zijn, dat die vanzelf weer hunzelf kunnen repareren en dat dat dan beter wordt. Maar een van de eigenschappen van acute nierfalen is dat die reparatiemechanisme die nodig is om die nier weer te kunnen herstellen, dat die het niet meer doen. En als je dat hebt, dan heb je te maken met een verstoorde vermogen van de nier om zichzelf te kunnen repareren. En dat leidt tot een chronische nierziekte waarbij de nier chronisch niet meer in staat is om zijn functie uit te oefenen. Dus als we kijken naar wat dat allemaal zou kunnen zijn, wat de redenen daaronder liggen, zijn er een hele hoop verschillende, dit is een hele ingewikkelde dia, maar als u hier bijvoorbeeld kijkt, zijn er dingen die gerelateerd is met dingen zoals levercirrose, hartfalen, nefroses, peritonitis, allerlei soort verschillende aandoeningen die de nier kwetsbaarder maken. Dus dingen die eigenlijk niks met de nier te maken hebben, maken het wel zo dat de nier zelf kwetsbaarder wordt om dus te kunnen falen. En als dat gebeurt, dan krijgen we dus hier zin acute nierfalen. Een van de oorzaken die die risico daarvan kunnen verhogen, is het gebruik van intraveneuze zoutoplossingen die veelvuldig worden gebruikt tijdens operaties om te compenseren voor bloedverlies die tijdens de chirurgie gebeuren. En als daar te veel van gegeven wordt, dan ontstaat er te weinig, dan verdunt het bloed als het ware, en de capaciteit van bloed om zuurstof te transporteren van de longen naar de nieren wordt verminderd. En dat is ook een van de risicofactoren die kan leiden tot acute nierfalen. Maar de grootste oorzaken van acute nierfalen is zogenaamde sepsis. Nu is sepsis een woord die in de volksmond meer als bloedvergiftiging wordt gezet, wat een beetje een ongelukkig gebruik van het woord is, want sepsis is een beetje meer dan alleen maar een vergiftiging van de bloed. Het is een soort reuze wespensteek. Het is wat je kan oplopen door allerlei soort verschillende oorzaken. Het kan van een longontsteking zijn. Het kan van een geperfureerde darm zijn. Het kan van allerlei soort. Het kan van een trauma zijn, een auto-ongeluk. Waardoor het lichaam opeens een bacterieel in de bloedbaan terechtkomt. En dat leidt tot een reuze ontsteking in het hele lichaam. Dus een wespensteek is heel lokaal, maar een sepsis is heel erg systemisch. Sepsis is de tweede grootste oorzaak van dood in de wereld. Ook dit is weinig bekend. In deze analyse die gedaan werden, is uitgerekend dat er 11 miljoen in alleen maar één jaar mensen overlijden aan de gevolgen van sepsis. En sepsis ontstaat in ongeveer 20-30% van de patiënten die op de intensive care terechtkomen. En het is eigenlijk een van de grootste problemen waar intensive care artsen mee te maken hebben. Omdat eigenlijk als sepsis ontstaat, dan gebeurt er van alles min of meer simultaan. Organen beginnen het niet te doen. Mensen moeten beademd worden. Dat is een heel erg gecompliceerd beeld. COVID is ook een vorm van sepsis, maar het is een virale sepsis. Terwijl normale sepsis, als ik het zo mag noemen, is meer bacterieel van oorsprong. En COVID, zoals jullie weten, is een virale ontsteking, maar een soort influenza. Maar ook dat is een sepsis, omdat het lichaam daarop reageert met een enorme, heftige respons van het immuunsysteem. 1 op 10 patiënten die opgenomen wordt in de ziekenhuizen heeft last van acute nierfalen
als gevolg van COVID-19. En als ze opgenomen worden op de intensive care, bijna de helft. Dus de dier ook is erg kwetsbaar in COVID-19. Als we kijken naar hoe sepsis zich ontwikkelt, is het eigenlijk alles wat je kan bedenken wat fout gaat op een intensive care, gebeurt bij sepsis. Er is een ontsteking, mensen moeten een vloeistof krijgen, organen moeten ondersteund worden. En de nier komt ook in hoge mate van onzekerheid. En dat verandert in tijd, heel erg. Dus van uur tot uur kan de heftigheid van die sepsis veranderen. Dus het is alle hens aan dek. Mensen krijgen allerlei soorten geneesmiddelen, antibiotica, middelen om de hart te ondersteunen, de circulatie te ondersteunen, de longen te ondersteunen, de nieren te ondersteunen, om het patiënt in leven te houden en de organen te ondersteunen met apparaten. Dus een van de belangrijkste onderzoeksprojecten die wij hebben, is eigenlijk sepsisonderzoek, die voornamelijk op de intensive care gebeurt. En dat is waarom intensive care onderzoek zo belangrijk is, want dit is echt een van de voornaamste redenen van het overlijden in het algemeen en met name op de intensive care. En waarom het zo'n moeilijke ziekte is om een greep op te krijgen, is omdat het ontstaat misschien met een kuchje of zo. En het is een uit de hand gelopen infectie die dan op een gegeven moment alle organen aantast. En als we kijken vanuit de verschillende mechanismes die het lichaam heeft, of dat nou de immuunsysteem is, of de circulatie is, dan zien we eigenlijk dat alles wordt aangetast wanneer je sepsis hebt. Maar als je nu specifiek kijkt naar de circulatie, en hier zien we een cartoon van de circulatie, met hier hebben we de longen en de lever en de spieren en hier hebben we de nier en de brein, dan zie je dus vanuit het hart dat ze allemaal gevoerd worden met zuurstofrijke bloed. En dan gaat het weer terug naar het hart en dan weer naar de longen en dat noemen wij de circulatie zo. Maar eigenlijk gebeurt dus de slechte dingen op wat wij de microcirculatie noemen. En dat zijn de kleinste haarvaatjes die in het lichaam zijn. Die zijn bijna zo groot als de diameter van rode bloedcellen. Dus we praten over 1000ste van een millimeter, zo groot dat die vaten zijn. En het is eigenlijk op dat niveau dat het echte problemen ontstaat. Je moet denken dat we kijken vanuit een grote hoogte naar een stadje zoals ik woon in Leiden. Dat is een Leiden. Leiden heeft een ring. En rond die ring kunnen de auto's makkelijk rijden. Maar in het centrum van de stad is er een verkeersopstopping. Nou, je kan je voorstellen dat als een auto probeert die stad in te gaan, hij dat zal vermijden en die er gewoon rond de ring zal zijn. En die ring, dat is het grote circulatie wat we noemen. Die is redelijk normaal, maar in het centrum van die stad is een grote opstopping. En dat is de challenge die er is, zeg maar, om sepsis zichtbaar te kunnen maken. Omdat we geen inzicht, tenminste tot nu toe, hebben in wat er in die kleinste haarvaatjes zijn. Want dat is de plek waar de rode bloedcellen hun zuurstof afgeven aan de weefsels. Zodat een functie zoals de nier bijvoorbeeld de juiste energiebron heeft om van die zuurstof gebruik te maken, te kunnen ademen en zijn functie uit te kunnen voeren. Als er een probleem is in die microcirculatie, krijgt de orgaan geen zuurstof en sterven die cellen uit. En dat is dus wanneer je orgaanfalen ontwikkelt. Dus het is duidelijk nu dat de progressie van acquis naar chronisch nierziekte ook gebeurt op dat niveau van de kleinste haarvaatjes die we capillaire noemen. En als daar een probleem in raakt, dat die capillaire zeg maar niet goed doorbloed worden, dan krijg je wat we hypoxie noemen en dat is dat te weinig zuurstof. Het is wat er gebeurt als je ook de bergen ingaat. Te weinig zuurstof is natuurlijk een duidelijke oorzaak van dat nierschade zich zou kunnen ontstaan. Dus de target, zeg maar, om proberen acquis te vermijden, CQ op te lossen, is om te zorgen dat die microcirculatie en het verlengde daarvan, de zuurstofloosheid die in de organen kunnen plaatsvinden, om die te kunnen
voorkomen CQ te kunnen behandelen. Dat dat zo is, hebben wij in vele onderzoeken laten zien. En dit is een nieuwe techniek die wij hebben geïntroduceerd, zogenaamde laser speckle imaging, die de doorbloeding van de nieren laat zien. En hier zien we dus alles wat rood is, is goed. En alles wat groen is of blauw, is slecht. En hier zien we dus de doorbloeding van een nier, die dus normaal is. En als de sepsis ontstaat, dan zie je een volledige, zeg maar, afwezigheid van die doorbloeding. En als je dat probeert op te lossen door het geven van intraveneuze zoutoplossingen, zoals gebruikelijk op de intensive care, dan zie je een soort, dat er sommige plekjes zijn die wel, de rode plekjes die wel voorzien worden van zuurstof, naast plekjes die dat niet. Dus een heterogeen beeld van de circulatie. En dat is natuurlijk wel iets wat heel erg moeilijk is om zichtbaar te maken aan het bed. Die heterogeniteit, en dan krijg je dus eilandjes als het ware van zuurstofloosheid. Dus dit allemaal onderzocht te hebben, hebben wij een concept gemaakt van hoe die acute nierfalen zou kunnen ontstaan. En daar zijn verschillende componenten in die spelers zijn bij het ontwikkelen van een acute nierfalen. En zo'n visie op hoe acute nierfalen zich kan ontstaan is belangrijk als je dan geneesmiddelen wilt ontwikkelen of technieken wilt introduceren die dat zo'n acute nierfalen zouden kunnen zien aankomen en behandelen. Dus het idee eigenlijk is dat het zeker begint bij een van de ontstekingsmechanismen. En dat kan een infectie zijn, dat kan ook gewoon een brandwond zijn, of het kan een geneesmiddel zelfs zijn, zoals paracetamolvergiftiging, over het gebruik van contrast die bij echo wordt gebruikt. Die veroorzaakt dat er een dysfunctie ontstaat tussen de zuurstoftoevoer en dan ontstekingsmoleculen zoals stikstofmonoxide, maar ook zuurstofradicalen. En dat zijn allemaal te weinig zuurstof, te veel zuurstofradicalen of ontstekingsmoleculen. En die moleculen, die gevolg als van de ontsteking, die tasten die microcirculatie aan, de vaatwand, maar ook de bloedcellen. En dat veroorzaakt dus dat er een probleem is in de doorbloeding van de organen. En als dat te lang, plaatsvindt, dan krijg je dus acute nierfalen. Dus dat is een beetje het model die wij hebben geformuleerd na jaren onderzoek op dit ziekte. Nou, wat betekent dit eigenlijk? Dit betekent dus dat je geneesmiddelen moet focussen die iets met de ontstekings doen, die iets met de zuurstofvoorziening doen. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat je op een of andere manier die microcirculatie, de kleinste haarvaatjes, zichtbaar moet zien te maken aan het bed. Dus laten we daar eerst even op concentreren. Nou, voorheen was eigenlijk de enige plek dat je bij patiënten die microvaten zou kunnen zichtbaar maken, is in de nagelbed. Hier zien we dat. Dus dat is de overgang van je nagel tot zeg maar de vinger. Daar zie je een heel klein vliesje van het huid. En als je daar een microscoop op zet, kon je dus de microcirculatie zichtbaar maken. Naast dat was er eigenlijk niks. Eind van de 90e jaren heeft mijn groep een nieuwe handmicroscoop geïntroduceerd en waarbij het mogelijk was om aan het bed, even kijken, ik weet niet wat dit is, om aan het bed de microcirculatie te meten op orgaanvlakte, op orgaanoppervlakte. Dus dit was tijdens een operatie waarbij we de microcirculatie zichtbaar maken op de hersenen. Dat was de eerste keer. Hier aan de linkerkant, even kijken of we het zichtbaar kunnen maken, ziet u een normale microcirculatie van de hersenoppervlakte. En hier aan de rechterkant ziet u dus een hersentumor. Hier en hier en hier. En allerlei soort afwijkingen die je dus aan het bed tijdens operaties kan zien. Voor de patiënt die gewoon in bed is, hebben we naar de onderkant van de tong gekeken. En die onderkant van de tong, en u ziet hier dus een soort beeld daarvan, van de vaten, die wordt voorzien van bloed van de grote vaten die van het hart naar de hersenen gaat. Dus onder de tong is een heel centraal punt
En dan kan je goed de microcirculatie bekijken. We hebben deze technologie die we hebben ontwikkeld ook voor ludieke redenen gebruikt. En we hebben bijvoorbeeld op die manier naar de neuzen van rendieren gekeken in de Noordpool. En dat gepubliceerd in de kerstnummer van de Britse medische journal die de B&J heet. En als je over dit wilt laten zien, weer wereldbekend. We waren op de voorpagina van de New York Times en van alle Nederlandse artikelen. Dan kunt u naar YouTube gaan. En als u Rudolph intikt van Rudolph the Red-Nosed Reindeer en BMJ, British Medical Journal, kunt u een YouTube film zien over deze hele avontuur die wij gehad hebben. Iets leuk voor de kerstdagen om met familie te delen over hoe wetenschappelijk onderzoek ook bijdraagt aan het hele kerstgebeuren. Maar terug naar de wetenschap. De makkelijkste manier om deze microcirculatie te bezichtigen is onder de tong. En u ziet hier, als u in de spiegel gaat kijken, ziet u de frenulum, dat is het tussenschot onder de tong. En daarnaast is er een soort donkere driehoek. En daar kunt u heel goed de microcirculatie bezichtigen. En dat doen we bij patiënten. En er zijn iets van 600 publicaties ontstaan die gekeken hebben naar die microcirculatie met zo'n handmicroscoop. Hier ziet u zo'n handmicroscoop. In allerlei soort verschillende ziektes. En zo ziet die microcirculatie eruit. Het ziet er inderdaad uit als een soort grote wegen, kleine wegen. De kleinste haarvaatjes die ziet u hier. En die kleine zwarte stipjes, dat zijn de rode bloedcellen. En die komen van de grote vaten naar de kleinste vaten, waar ze hun zuurstof afgeven. En dan naar de vaten om ze weer de afvoervaten, dat noemen we de venules. En die ziet u hier, zeg maar, van klein naar groot en naar afvoerende. Als u goed kijkt, ziet u hier in deze bocht ook witte bloedlichaampjes voorbij gaan. Dat zijn de zogenaamde leukocyten en dat zijn de ontstekingscellen. Dus heel veel informatie over de doorbloeding van weefsels als we naar deze informatie kijken. En wat het natuurlijk het belangrijkste is, is dat er voldoende debiet is van die rode bloedcellen om de zuurstof te dragen naar de weefsels. Nou, in sepsis ziet dat er zo uit. Nou, u ziet meteen dat hier een grote verstoornis is. U ziet dat de grote wegen rond een stad, dat die het goed doen. Maar u ziet een volkomen obstructie eigenlijk van de doorbloeding van de weefsels in de kleinste haarvaten. En die hebben te maken met het effect van die ontsteking op de vaatwand en op de rode bloedcellen, zodat er eigenlijk geen doorbloeding kan ontstaan. U kunt begrijpen nu dat hier in die weefsels een te weinig aan zuurstof ontstaat, waardoor de weefsels in ademnood raken. En als dat te lang duurt, dat dan afsterven. Dit is een beeld als gevolg van een stollingsstoornis, een trombose, om het maar zo te zeggen. En u ziet hier dus een trombose die hier ontstaat. Nou, dit is allemaal onder de tong gemeten, heel patiëntvriendelijk, die heel veel informatie geeft over wat er op deze celniveau eigenlijk gebeurt. We hebben deze meting ook toegepast op COVID-patiënten. En dit is een ingewikkelde dia. Maar hierin konden we dus de stollingstoornissen, de activatie van het ontstekingssysteem. Maar ook vonden we dat eigenlijk de reactie van de microcirculatie bij COVID-patiënten, die dus onvoldoende zuurstof kunnen transporteren naar de bloed, overeenkwam met dat we vinden als mensen op hele hoge bergen, zoals in de Himalaya's, klimmen. Wij kijken ook met deze techniek tijdens operaties. En hier ziet u hoe we dat doen op orgaanoppervlaktes tijdens operaties. En deze techniek heeft ons heel veel informatie geleverd over de oorzaak van ziektes op de operatie en tijdens de intensive care, maar ook de effecten van verschillende geneesmiddelen. Een andere techniek die we hebben ontwikkeld was een ultrageluidstechniek. En dit werd wel door de Nederlandse Nierstichting gesponsord om op deze manier te proberen een inzicht te krijgen of het mogelijk is om aan het bed niet invasief te kijken of mensen dus acute nierfalen hadden. Dit was een experimenteel onderzoek wat we gedaan hebben. En we hebben een contrastmiddel gebruikt die een nieuwe contrastmiddel is. Want ook contrastmiddelen kunnen de nier beschadigen, zoals u misschien weet. En dit zijn zogenaamde microbubbels. En als je microbubbels, ze zijn heel erg klein,
tienduizendste van een millimeter, bubbeltjes. Als je die exciteert met ultrageluid, dan gaan ze vibreren en dat induceert een heel mooi contrast, waardoor je dus de doorbloeding van de nier zichtbaar kan maken. En dat hebben we gedaan. En u kunt hier heel mooi zien hoe de doorbloeding van het rode naar de blauwe gaat in de oppervlakte van de nier. We hebben toen gekeken naar de snelheid waarmee deze bubbels van de grote vaten naar de kleinste vaten in die microcirculatie heen gingen. En we hebben dat gekwantificeerd. En op deze manier hebben we dus de stollings, zeg maar de doorbloedingssnelheid, die veel trager, veel langer overdoet dan onder normale omstandigheden, kwantitatief kunnen vastleggen. Om die manier de doorbloeding van de nier, de stoornis daarvan, in maat en getal te kunnen kwantificeren. Hetgene indicatie geeft dat de nier eigenlijk slecht doorbloed wordt. Wat een alarm is om daar wat aan te doen. De vraag was natuurlijk, kunnen we ook op andere plekken in het lichaam die stoornissen in die circulatie van de nier zichtbaar te maken? Het antwoord was ja. We hebben ook onder de tong gekeken bij deze nieraandoeningen. En dit is een normale tong. En u ziet hier weer dat in die kleinste vaatjes, hier daar ziet u enkele bloedcellen doorheen, ziet u bijna alle vaatjes, ziet u er een goede doorbloeding in. Maar bij de aandoening van de nieren, waarbij de bloeddruk normaal is en verder alles normaal, ziet u heel duidelijk dat er opstoppingjes zijn in al die kleinste haarvaatjes. Hetgene betekent dat hier een probleem is die behandeld dient te worden. En na het geven van de juiste behandeling kunnen we ook vaststellen of dus die opstoppingjes zijn verholpen, ja of nee. Dus hoe kunnen wij het ontstaan van een acute nierschade therapeutisch, zeg maar, positief beïnvloeden? Ook daar hebben wij veel onderzoek naar gedaan. Weer gebaseerd op het idee dat wat zou de oorzaak kunnen zijn van die acute nierfalen, dat er problemen zijn dus met ontsteking. Dus wij gaan middelen proberen die de ontsteking remmen, met de zuurstofvoorziening, te weinig zuurstof en ook het ontstaan van zuurstofradicalen. En dat dit de elementen zijn die die microcirculatie nadelig beïnvloeden en leiden tot acute nierfalen. Dat was onze hypothese. Dus we hebben een stofje gebruikt die dexamethason heet. En dat is een stofje die ook in COVID met groot succes is toegepast. En we hebben aangetoond dat eigenlijk het gebruik van dexamethason ook voor het behandelen van nierfalen, acute nierfalen, heel erg voordelig was en kon oplossen. Het is een sterk anti-ontstekingsmiddel. Een andere weg die we geprobeerd hebben is om te kijken of bloedtransfusies een voordelig effect hadden. Want we hadden in onze intensive care onderzocht 5.500 patiënten van 2006 tot 2014 en hebben gekeken naar het voorkomen van bloedarmoede, anemie. En we vonden dat eigenlijk een bloedarmoede of anemie een hele grote risicofactor was voor het ontstaan van acute nierfalen op onze intensive care. En dus dachten wij, nou, als wij nou bloedtransfusies geven, in plaats van die zoutoplossingen, zou dat de functie van die nier kunnen verbeteren? Antwoord was ja. U kunt hier zien, de zuurstofvoorziening hier in het blauw, die gaat omhoog en die blijft omhoog als je bloedtransfusies geeft. Ten nadele, als je gewoon vloeistof geeft, gaat die weer omlaag. En de functie van die nieren, die verbeteren ook. Serumcreatine gaat omlaag en ook de lactaat. Wordt verbeterd. Dus zuurstof, aanwezigheid van voldoende zuurstof in de weefsels door bijvoorbeeld het geven van bloed is een goede zaak. Maar ook een eenvoudig middel zoals het geven van vitamine C, absorptiezuur, ook een voordelig effect op de nierfunctie in modellen, experimentele modellen van acute nierfalen. Dus hier komen we dan weer terug naar onze originele concept over het ontstaan van acute nierfalen. En we dachten nou, wat zijn nou de middelen die je moet gebruiken om het te behandelen? Nou, je moet zeker zijn dat er dus voldoende die haarvaatjes kunnen doorbloeden. Dus middelen die helpen met de doorbloeding van weefsels belangrijk.
Je moet zuurstofvoorziening hebben, dus rode bloedcellen moeten daar naartoe kunnen komen. En je moet alle ontstekingsmoleculen die er zijn, zoals zuurstofradicalen en andere ontstekingsmoleculen, moet je de kop aan drukken door anti-inflammatoire middelen toe te dienen. Dus dit was een beetje de hypothese waarbij je dus verschillende invalshoeken moest bedenken om dus die acute nierfalen te kunnen behandelen. Een beetje ludieke manier om daarnaar te kijken is kippensoep. Kippensoep heeft, u weet, is een oude recept van uw oma, dat wanneer, wanneer u griep krijgt of u verkouden voelt, kippensoep altijd een goed middel. Eigenlijk is de literatuur over kippensoep super interessant. Het gaat terug naar 300 jaar voor Christus, waarin beschreven is door Joodse priesters het geven van kippensoep bij ziekte heel erg voordelige effecten heeft. En dit is een artikel die gekeken heeft naar kippensoep en al de elementen die daarin zitten. En er zit van alles en nog wat in kippensoep die heel erg voordelig zijn voor het lichaam, inclusief anti-ontstekingsmoleculen en ook stoffen die voordelig zijn voor de doorbloeding van het systeem. Dus hoe zou onze kippensoep eruit zien als ik het zou zeggen? Nou, dit is een medisch inhoudelijke ingewikkelde dia. Maar het laat wel zien dat één middel onvoldoende is en dat meer een verzameling van middelen die ervoor zorgen dat er voldoende zuurstof aanwezig is met rode bloedcellen. En dit kan ook bijvoorbeeld ijzer zijn om dus, of EPO, die ook gebruikt wordt door oudere mensen om de hoeveelheid rode bloedcellen te verminderen, samen met anti-ontstekingsmiddelen te geven om zo'n acute nierfalen te kunnen voorkomen. Dus ik wil u achterlaten met deze mooie kalligrafie, gemaakt door een goede vriend van mij, professor Soong, waarbij de Chinese uitspraak is dat de ware qi, of de energie van het lichaam, de nier is. Iets wat ik echt zelf geloof. En vandaar dat wij twee nieren hebben, omdat het zo'n belangrijk orgaan is. Dank u wel voor uw aandacht. En mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen. Ja, dankjewel John voor deze interessante presentatie. Er zijn een aantal vragen in de chat binnengekomen. Namelijk wat dit eigenlijk betekent voor transplantatiepatiënten op de IC. Want zij hebben natuurlijk te maken met immunosuppressiva en zijn ook minder bestand tegen corona. Dat is een hele goede vraag natuurlijk. En niertransplantatiepatiënten. Nogmaals, ik moet echt zeggen dat niertransplantatie is van al de transplantaties die wij hebben de veiligste operatie met de grootste kans op succes. Ik denk dat nefrologie en de heelkunde de grootste succes is geweest, de succes van niertransplantatie. Dus dat moet ik wel even zeggen. Maar dat gezegd te hebben is natuurlijk, niertransplantatie is een risico voor het krijgen van AKI. Dat is zeker waar. En het heeft te maken met al de verschillende dingen die gebeuren bij niertransplantatie. Bijvoorbeeld tijdens de operatie is de nier voor een tijdje zuurstofloosheid. Dan wordt het aangesloten, dus er worden zuurstofradicalen gegenereerd. Maar ook de immunosuppressiva, dus het ontstekingsmechanisme, die kan een voordelige effect hebben natuurlijk. Dat mocht er opeens een ontsteking zijn, dat er die ontstekingsmoleculen de kop wordt ingedrukt. Maar het betekent ook dat het immuunsysteem niet volledig goed aan het functioneren is. Dat mocht er een infectie ontstaan, dat het moeilijker is om die te behandelen. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat, of dan moet ik ook weer zeggen, dat in Nederland hebben wij een buitengewoon innovatief en goede antibiotica beleid op de intensive care, die selective decontaminatie heet. En dat is een soort een soep, een kippensoep eigenlijk, van antibiotica. Niet één type, maar verschillende typen, ongeveer 5 verschillende types antibiotica, die gezamenlijk een heel erg goede verdediging geeft aan het immuunsysteem. En dus nu net in Australië, voor het eerst hebben ze gekeken, goh, is dat Nederlandse antibiotica wel een goed idee? En hebben ze een grote verbetering in overleving gezien bij intensive care patiënten. Dus ja, er is een risico,
Maar we hebben ook heel veel kennis en heel veel kunde om zeg maar die risico te verminderen. En een andere vraag uit de chat is dat er in veel ziekenhuizen, zeg maar, ondanks het toenemend aantal COVID, zeg maar, de toenemende COVID, dat er de maskers nog steeds niet verplicht zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is een politieke vraag. Daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn natuurlijk. Zeker gezien alle, hoe zal ik zeggen, ongewenste aanduidingen op klinici en medici die te maken hebben met dit soort uitspraken. Ik ben net naar Spanje gegaan. Ja, daar moest ik op de vliegtuig wel een masker dragen. En als je naar China gaat, draagt iedereen een masker. Ik vind het dragen van maskers, er zijn twee aspecten daaraan. Eerst denk ik dat als er maskers worden gedragen, en in de heelkunde, als je een operatie doet, iedereen draagt maskers. Daar is een reden voor. Anders zouden chirurgen geen maskers dragen. Dus er is zeker een manier om jezelf te beveiligen, maar ook je anderen in je omgeving, een reden om maskers te dragen. Maar ik denk dat een belangrijkere element is een signaal die je afgeeft aan je omgeving. Kijk eens jongens, er is een probleem aan de hand. We kunnen niet zomaar doen alsof er niks is. En COVID, zeker op de intensive care vorig jaar, jaren, was echt een heel eng moment voor ons. We hebben 2 jaar lang keihard gewerkt. En het doet mij ook heel erg, we hebben heel veel ziekte verzameld op het moment. Mensen hebben geburnt out en wat er aan de intensive care in Nederland met name gedaan is tijdens COVID, vind ik ongelooflijk heldhaftig. En ik denk dat daar heel veel bewondering voor gedaan hebben wat gedaan is. Ik vraag mij af of dezelfde, nu worden er gesproken van bezuinigingen. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat echt niet. Als wij weer een COVID-pandemie krijgen, nou dan worden het wel alle hands aan dek. En ga alsjeblieft naar uw booster. Want als het één ding is wat we geleerd hebben in de COVID-pandemie, is dat als je gevaccineerd wordt, dat je dan niet op de intensive care terechtkomt. Sorry, maar u raakte wel eventjes een snaar aan. Nee, dat begrijp ik. Ja, zeker. Zijn er nog andere vragen van de mensen thuis? Ik zie nog niks binnenkomen in de chat, dus ik geef even de ruimte. Ik had eigenlijk nog wel een andere vraag. Welke vormen van preventie zijn er eigenlijk mogelijk voor ACI? Want er zijn natuurlijk verschillende oorzaken die u heeft laten zien. En u heeft ook verschillende behandelmethoden laten zien, maar er is niet echt duidelijk één oorzaak waardoor je kunt zeggen van nou, als we dat uit de hele rits halen, dan komt het nooit meer voor. Ook dat is een ingewikkelde vraag. U vraagt eigenlijk wat is risico? Risico is een heel moeilijk begrip natuurlijk. Waar je het eigenlijk moet hebben is over aanvaardbare risico. Want alles heeft risico in het leven. Het leven is risicodragend. Het beste is natuurlijk om gezond te blijven. Dat klinkt een beetje banaal. Maar als wij kijken naar mensen die regelmatig sporten. Die een lage zoutdieet hebben. Dan is dat zeker een methode om te voorkomen dat je ACI krijgt. Dus vooral sporten. Is denk ik heel belangrijk. Overgewicht, hypertensie, al de dingen die al uw patiënten natuurlijk zelf weten. Maar het maakt echt een verschil ook. Het is niet, waar hebben we het over? 200 minuten per week, sporten is voor de Nederlandse Hartstichting, guideline die echt heel erg goed is. Ook het bevorderen van spiermassa.
is ook heel erg belangrijk. Dus gewichten en dat soort dingen. Zeker voor oudere patiënten. En ik denk dat als u last heeft van bloedarmoede, dus anemie, dat zeker iets is dat met de huisarts besproken moet worden. Want anemie is zeker wel, hebben wij gevonden, een hele belangrijke bijdrage aan het kunnen ontstaan van acute nierfalen. Zijn er nog vragen van de mensen thuis? Geen vragen meer? Even kijken. Oh, er komt nog iets binnen op de chat. Wat betekent het voor nierpatiënten om om gewone operatie te krijgen? En is dat ook belastend? Als er een klinische reden is om een operatie te hebben, moet u absoluut een operatie doen. Dat is niet zomaar. En zoals ik zei, alles heeft een risico. Dus u moet wel absoluut, en dat is natuurlijk wel bekend in de kliniek, bespreken dat u als nierpatiënt gevoelig bent voor, misschien zorgen maakt over hoe uw nier, de operatie tegemoet zou kunnen gaan. En u wordt altijd gezien door de anesthesioloog voordat u geopereerd wordt. En dat is een onderwerp die u met uw nefroloog en anesthesioloog zeker kunt bespreken. En die kan u geruststellen. Zoals ik zei, alles heeft risico. Ook een operatie heeft risico. Het gaat over wat een aannemelijke risico is. En je gaat niet zomaar een operatie binnen. Er zijn duidelijke redenen voor, omdat u een probleem heeft. En de operaties en de OK's in Nederland is nummer 1 in de wereld, zonder enige twijfel. Wij hebben een heel erg goed zorgsysteem hier in Nederland met uiterst bekwame klinici en goede zorg. Dus ik denk niet dat daar enige reden is om je zorgen over te maken. En als u zorgen heeft, moet u dat met uw huisarts en met uw nefroloog en anesthesioloog en eventueel met uw chirurg openlijk bespreken om al uw vragen adequaat te kunnen beantwoorden. Ik zie verder geen andere vragen binnenkomen. U kunt mij altijd e-mailen, mocht u nog vragen hebben, et cetera. Ik vind het heel belangrijk om wetenschap te kunnen delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. En hopelijk vond u mijn lezing interessant voor u. Want wat is uw e-mailadres? Dat is c.ince@erasmusmc.nl. Oké. Nou, voor de mensen thuis, als u nog vragen heeft achteraf, dan kunt u mailen. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor deze webinar. Het was heel interessant. En in de chat zag ik ook dat mensen het heel interessant vonden. En bedankt voor alle info. Deze sessie zal later nog terug te zien zijn op de website van de NVN en ook op nieren.nl. En wilt u de mensen nog iets meegeven voordat we de meeting afsluiten? Blijf gezond. Oké. En dank u voor uw aandacht. Ja.